De oude pompen in Wageningen zijn sinds zondag weer operationeel. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Het 60 jaar oude pompgemaal heeft een hele tijd niet gewerkt omdat de hoofdschakelaar stuk was. Het personeel van de EBS heeft gewerkt aan het herstel van het bedradingssysteem van de schakelaar. Nu kunnen boeren weer voorzien worden van irrigatiewater ten behoeve van hun landbouwgronden. Het ministerie van LVV heeft voorgesteld om de inzaaiperiode, die gesteld was van 1 november tot en met 31 december, met 2 weken te verlengen.